Hey, in deze video 14 voordelen van focus op vitaliteit in vergelijking met alleen maar werken aan verandering in levensstijl. Als je de voordelen van werken aan vitaliteit, zoals gedefinieerd door Desi en Ryan, vergelijkt met werken aan je leefstijl, zijn er een aantal belangrijke verschillen en voordelen die ik graag in deze video voor je meegeef en opzom. Ten eerste intrinsieke motivatie. Vitaliteit richt zich op het cultiveren van intrinsieke motivatie, waardoor je dingen kan doen die je leuk vindt, waar je door gefascineerd bent. Deze benadering bevordert een dieper gevoel van vervulling en tevredenheid in vergelijking met externe factoren die veranderingen in levensstijl kunnen stimuleren. Ten tweede, autonomie. Vitaliteit benadrukt het belang van autonomie of zelfbeschikking. Bij het maken van keuzes die aansluiten bij je authentieke zelf. Het moedigt je aan om je welzijn in handen te nemen en beslissingen te nemen op basis van wat je echt belangrijk vindt, in plaats van externe voorschriften of maatschappelijke verwachtingen te volgen. Ten derde, duurzaamheid op de lange termijn. In tegenstelling tot snelle, vaak ook oppervlakkige veranderingen in levensstijl, richt vitaliteit zich op duurzame gewoonten, gedragingen en transformatie. Je ontwikkelt een basis voor welzijn op lange termijn. Ten vierde, een holistische benadering. Vitaliteit heeft een benadering van welzijn, rekening houdend met verschillende dimensies, zoals fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten van je leven. Het erkent dat echte vitaliteit voorkomt uit het harmonieus koesteren van al deze dimensies, wat leidt tot een evenwichtiger en bevredigender leven. Ten vijfde, authenticiteit en zelfexpressie. Werken aan vitaliteit moedigt je aan om je authentieke zelf te omarmen en volledig uit te drukken in je acties, in je keuzes en in je relaties. Het bevordert een gevoel van zelfacceptatie en zelfcompassie, waardoor je kunt leven in overeenstemming met je ware waarden en overtuiging. Ten zesde, persoonlijke groei en bloei. Door te focussen op vitaliteit stel je jezelf open voor continue persoonlijke groei en zelfverbetering. Het gaat om het verkennen van nieuwe ervaringen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het verbreden van je horizon, wat leidt tot een gevoel van bloei en voldoening. Zevende voordeel, verbeterd welzijn. Werken aan vitaliteit heeft een directe impact op uw algehele welzijn, inclusief fysieke gezondheid, mentaal welzijn, emotionele veerkracht en sociale relaties. Het bevordert een gevoel van vitaliteit en energie dat alle gebieden van je leven doordringt, wat leidt tot meer voldoening en geluk. Ten achtste, richting. Vitaliteit helpt je een gevoel van doel en zin in het leven te cultiveren. Door je acties en keuzes af te stemmen op je kernwaarden en je passies, kan je een dieper gevoel van vervulling en een groter gevoel van doelgerichtheid ervaren. Zingeving. Negende voordeel, veerkracht. Het opbouwen van vitaliteit helpt bij het cultiveren van veerkracht. Het vermogen om zich aan te passen en te herstellen van uitdagingen en tegenslagen. Het rust je uit met de innerlijke kracht en middelen om met meer gemak en doorzettingsvermogen door de ups en downs van het leven te navigeren, als het ware. Ten tiende, psychologisch welzijn. Vitaliteit is nauw verbonden met psychisch welzijn, inclusief factoren zoals positieve emoties, zelfrespect en een gevoel van doelgerichtheid of zingeving. Door prioriteit te geven aan vitaliteit kan je je algehele psychologische gezondheid verbeteren en een groter gevoel van voldoening en geluk ervaren. Dus. Ten elfde voordeel, authentieke relaties. Werken aan vitaliteit kan een positieve invloed hebben op je relaties door authentieke verbindingen te bevorderen. Wanneer je prioriteit geeft aan je welzijn en je ware zelf eert, kan je relaties gaan aantrekken en koesteren die gebaseerd zijn op wederzijds respect, steun en oprechte verbinding. Ten twaalfde, stress management. Aan je vitaliteit werken helpt je effectiever om te gaan met stress en bevordert een gevoel van innerlijke rust en balans. Dertiende voordeel, verbeter de productiviteit en prestaties. Vitaliteit gaat niet alleen over persoonlijk welzijn, het heeft ook praktische voordelen op het gebied van productiviteit en prestaties. Wanneer je prioriteit geeft aan je vitaliteit, kun je meer focus, creativiteit
en motivatie ervaren, wat leidt tot betere prestaties op verschillende gebieden van je leven. 14e voordeel, positieve impact op anderen. Wanneer je zelf prioriteit geeft aan vitaliteit, komt dit niet alleen u te goede, maar heeft het ook een positief, als het ware, rimpeleffect op de mensen om je heen. Door vitaliteit te belichamen, kan je anderen inspireren en motiveren om ook prioriteit te geven aan hun eigen welzijn en authentieker te gaan leven. Kortom, door vitaliteit te omarmen in plaats van alleen te werken aan veranderingen in levensstijl, kan je jezelf open, stel je jezelf op voor een groot aantal voordelen die verder gaan dan vaak oppervlakkige veranderingen in die leefstijl of levensstijl. Wil je hier meer over te weten komen? Kom dan met mij in contact. Op mijn website epiccoaching.be kan je een gratis introductiegesprek met mij inplannen. Ik zou zeggen, tot binnenkort. Bye!